And I can't wait till we can break apart the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over hoe ik mijn diabetes ontdekte. Het was begin maart 2016 en ik begon me eigenlijk steeds meer moe te voelen. En dat werd eigenlijk met de dag alleen maar erger. Ik begon op een gegeven moment ook heel veel te drinken en normaal, ik drink echt veel te weinig. Maar toen niet meer ineens, uit het niets. Daarom moest ik natuurlijk ook veel naar de wc. En ja, ook mijn ouders begonnen dat op te vallen. Dus op een gegeven moment ging ik naar de dokter. En bij de dokter werd ik doorverwezen naar het ziekenhuis. Om bij het ziekenhuis bloed te laten af te nemen. Een paar dagen later moest ik weer naar het ziekenhuis voor bloedafname. Ik weet niet meer precies waarom, misschien dat ze ooit zagen dat mijn bloedglucose waar iets te hoog was. Of ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ja, ik moest nog een keer bloed laten afnemen. Volgens mij de dag daarna werden mijn ouders gebeld. Ja, de dag daarna werden mijn ouders gebeld. En ik zat eigenlijk gewoon rustig op school. Ik zat aan biologie te werken in de mediatheek achter een computer. Een verslag en een presentatie te maken. Mijn ouders werden dus gebeld en mijn moeder kwam meteen naar school. En ik kwam me ophalen, die zei dat we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moesten. Dus ik met mijn moeder mee de auto in, snel naar het ziekenhuis. Kwam ik aan bij de kinderkliniek. En ja, ik kwam daar binnen en het was echt heel raar. Ik was er natuurlijk nog nooit eerder geweest. En die mensen daar zeiden meteen, er staat een bed voor je klaar, dus loop maar mee. Een bed? Waarom een bed? Ik weet nog niet eens wat er aan de hand is. Nou ja, we hebben meegelopen. Toen vertelde ze dus dat ik diabetes had. Ja, dat was best wel schokkend voor mij, want ja, ik wist eigenlijk helemaal niks van. Het was heel raar. Een paar minuten later lag ik weer op een ander bed. En daar moest ik ongeveer 10 buisjes bloed laten afnemen. Alweer, maar dit keer 10. Nou, daarna werd ik weer naar een andere kamer gebracht. En daar was ik gewoon helemaal alleen. Want op die eerste kamer was ook nog een huilende peuter. Dus dat was best wel vervelend. Maar op die andere kamer waar ik toen terecht kwam, kwamen ze met allemaal pennen en allemaal dingen. En ik zat aan het infuus. Ik had, ja, hier had ik een infuus, want ik had ook veel te weinig gevocht. Had ik een soort spalk waardoor ik mijn arm niet ging bewegen of zo. Ja, het voelde heel kut eigenlijk gewoon. Ze ging me alles uitleggen wat nou diabetes was. En ja, ik heb natuurlijk niet alles onthouden, maar dat begreep ze daar ook wel. Ja, als eerste wat ik kreeg was dit mapje. Met deze pen erin. En die pen kreeg ik er ook bij volgens mij meteen. En die pen, die moest ik in mijn been spuiten. En die andere pen in mijn buik. En ja, ik weet het niet allemaal meer precies. Maar ja, we gingen daar gewoon bezig. En ik leerde hoe er in mijn been en in mijn buik gespoten werd. En mijn ouders leerden het bij me doen. Er gebeurde van alles. Ja, heel veel dus. Ik kreeg ook nog een ander apparaatje. Dat was deze. En ja, hier stop ik een naaldje in. En hier zaten de stripjes in waarmee ik mijn bloed kon meten. Dat leerde ik ook doen. En ja. Het was allemaal heel erg wennen en heel erg raar in één keer. In de avond mocht ik gelukkig weer naar huis. Want ja, er zijn ook mensen waarbij diabetes geconstateerd wordt en die gewoon dagenlang in het ziekenhuis moeten blijven. Gelukkig is dat bij de kinderkliniek en bij mij in ieder geval niet het geval. Ik mocht naar huis en die dag ging ik pizza eten. En ja, pizza en diabetes, dat daardoor stijg je waarde eigenlijk, tenminste bij mij, nog hoger. Maar ja, weet ik veel, dat wist ik allemaal nog niet. Maar die avond kwam ook iemand van de kinderkliniek naar mijn huis om alles uit te leggen en door te nemen verder hoe ik dat allemaal thuis moest gaan doen. Eigenlijk die avond is het verder allemaal goed verlopen en de volgende dag moest ik dan weer naar de kinderkliniek toe voor de dagwandeling. En daar heb ik echt, ja, best wel lang gezeten. Van ongeveer 1 uur of 9 tot, ja, ergens in eind van de middag. En dan gingen ze weer allemaal testjes bij me doen en dingen meten en moest ik weer alles doornemen, ging ik met de diëtist alles doornemen. Ik kreeg een heel boekje met daarin alle koolhydraten en zo. En ze hadden mij verteld dat ik de komende dagen elke dag naar die dagwandeling zou moeten. Maar volgens mij ben ik alleen die vrijdag nog geweest. Dus donderdag werd het bij mij ontdekt, geconstateerd.
En toen moest ik daar dus in het ziekenhuis even blijven tot de avond. De dag daarna kwam ik daar weer. Volgens mij was dat meteen de laatste dagbehandeling. Want ja, eigenlijk ging het gewoon super goed. Ik deed alles goed, ik snapte het. En ja, ik mocht dus gewoon weer thuis verder herstellen en alles leren. Ik ging natuurlijk ook niet meteen weer naar school. Maar een week later of zo wel weer, want mijn examens begonnen. Niet mijn centraal examens, maar wel mijn praktijkexamens. En ja, die kon ik natuurlijk niet missen. En gelukkig heb ik mijn diploma in één keer gehaald. Dus is alles gewoon goed gegaan. Maar het was voor mijn gevoel wel iets anders. Vooral mijn praktijkexamen. Die heb ik echt verkloot. Maar ik ben toch geslaagd. En ja, op een gegeven moment kreeg ik ook deze van de apotheek. Dat is de Hypokit. En als ik dan bijvoorbeeld bewusteloos raak of zo, dan moet die in mijn been gespoten worden. Want het kan zijn dat ik een hele lage hypo heb. Waardoor ik in coma raak. Of van coma ben. En misschien val ik van de trap. Maar je weet niet of het komt omdat ik van de trap ben gevallen. Of dat ik van de trap ben gevallen door mijn diabetes. Dus altijd als ik bewusteloos ben of iets, moet die spuit in mijn been gespoten worden. En ja, gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt. Daar ben ik wel echt blij mee. Want dat wil je niet meemaken, denk ik. Ik kreeg te horen over de pomp. Dat is dit ding hier. En ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk die pomp. Zodat ik niet meer met die pen elke keer in mijn benen en in mijn buik zou moeten spuiten. Want ja, dat is gewoon super kut natuurlijk. En ik had ook het hinder van dat je maar één keer in de twee uur mocht spuiten. En dus je kon niet even meerdere dingen in een uur eten. En dan moet je dat in één keer beslissen. Wow, het leek echt of er iets afbrak. Maar ik was dus zo snel mogelijk over op de pomp. En in mei kon dat. Of was ergens in oktober volgens mij, dacht ik. Maar nee, ik wilde natuurlijk in mei. Dat is best wel snel om over te gaan op de pomp. Van maart naar mei. Maar ik mocht. En daar was ik heel blij mee. Maar die pompdagen moest ik in ieder geval 3 dagen moest ik naar het ziekenhuis om te leren met die pomp. We waren met een paar andere kinderen. En ja, dat was verder erg gezellig allemaal. Maar dat was wel in de week dat ik mijn examens had, mijn centraal examens. En als je overgaat op de pomp, ga je ook weer schommelen in je waardes. Wat weer invloed heeft op je concentraties, dus op mijn examen. Maar ja, dat is best gewoon goed gegaan. En daar ben ik inderdaad heel blij mee. Nu ik de pomp heb, kreeg ik natuurlijk ook andere dingen erbij. Ik had dit mapje besteld. En daarbij kreeg ik dit. Dit is de nieuwe variant van deze. Nou, nu gebruik ik wel gewoon nog steeds die. Want die vind ik super handig. Dit ding vind ik maar niks. Dus die gebruik ik niet. Net als deze natie erbij hoor. Die gebruik ik ook niet. Ik gebruik gewoon nog steeds deze. Met dezelfde naadjes. Maar niet meer deze. Nee, nee. Nu gebruik ik deze. En die is super chill, want die heeft een verbinding met mijn pomp. Waardoor als ik mijn waarde meet, gaat de waarde automatisch naar mijn pomp toe. En dan kan ik gewoon bepalen wat ik ermee doe. Dan staat hij er gewoon automatisch in. Dat is super handig. Wat ik hier nog meer in heb zitten, is die twee pennen die jullie net zagen. Die heb ik eigenlijk standaard bij me, want als mijn pomp niet werkt, dan moet ik die twee gebruiken. Gelukkig heeft mijn pomp het altijd gewoon gedaan en heb ik ze nog nooit meer moeten gebruiken. Al jawel, één keer zat mijn infuus niet goed en toen heb ik met die pen moeten spuiten, want ik was aan het eten. Super fijn, niet dus. Maar ja, verder zit er nog een paspoort in. Daarmee kan je zien dat ik diabetes heb en er zijn allemaal belangrijke informatie in. Een pen met een dagboekje. Vroeger moest ik mijn waardes bijhouden in het dagboekje. Dat hoeft nu gelukkig niet meer. Maar ik heb hem wel gewoon altijd in zitten. Ook heb ik hier een batterij in zitten voor mijn pomp. Want als die leeg is moet ik hem natuurlijk meteen kunnen vervangen. En nog wat naaldjes voor die pennen. Dit is eigenlijk best wel een super handig mapje. Die krijg je niet standaard. Maar ik heb hem wel gelukkig. Nou ja, dat is eigenlijk hoe ik mijn diabetes ontdekt heb. En ja, een stukje verder over hoe ik overging op de pomp en zo. Maar ja, ik hoop dat je het interessant vond. Dit was mijn verhaal over hoe ik mijn diabetes ontdekte. Later!